Dramatisch ongeval met kleuter in Den Haag. Vrouw vermoord in Zoetermeer. En onschuldig aangehouden mannen vrij met excuses van politie. Dit is het TV West Nieuws van maandag 16 januari. Dag dames en heren. Een 4-jarig jongetje is gistermiddag doodgereden in de Haagse wijk Leidseveen. Het drama gebeurde op de Willem van Nieuwenhuizenlaan. Het jongetje uit Zoetermeer loopt samen met zijn vader op de stoep. Plotseling steekt hij over, waarbij hij struikelt. Een 56-jarige automobilist rijdt op dat moment achteruit om te keren. Uit een blaastest blijkt dat de bestuurder niet heeft gedronken. Hevig geëmotioneerde familieleden van het jongetje zijn naar het politiebureau gebracht, waar ze zijn opgevangen door slachtofferhulp. Ook de hulpverleners en de automobilist hebben nazorg gekregen. De politie doet vandaag verder buurtonderzoek naar aanleiding van de dode vrouw die gisteren is gevonden in een woning in Zoetermeer. Haar partner is aangehouden in verband met de zaak. Bij het politiebureau in Den Haag is onze verslaggever Mark Kool. Mark, is er al meer bekend over wat zich daar in die woning heeft afgespeeld? Nou Menno, zondagochtend om 8:30 meldde zich een 24-jarige jongeman op het politiebureau in Zoetermeer. En die legde daar een dermate verontrustende verklaring af dat de politie besloot gelijk zijn woning te onderzoeken. Daar troffen wij het lichaam van de 19-jarige vrouw aan. De man is uiteraard direct aangehouden. We hebben daar de hele dag uitgebreid sporenonderzoek gedaan. En uiteindelijk heeft de man in zijn eerste verhoor bekend dat hij de vrouw om het leven heeft gebracht. De man en de vrouw die hadden een relatie? De man en de vrouw woonden op hetzelfde adres aan de Van Aalstlaan en hadden een relatie. Ja, overigens woonde ook de moeder van het slachtoffer in diezelfde flat. Nou, over de toedracht hoe de vrouw nou precies om het leven is gekomen, daar is nog niks over bekend. Vandaag wordt er sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer. Mark Kool, dankjewel. Inwoners van Kwintsheul kunnen over een half jaar weer boodschappen doen in hun eigen dorp. Dat heeft burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland vanmorgen verteld op Radio West. Ruim een week geleden brandde de Albert Heijn in Kwintsheul volledig af. Plannen die er waren om het winkelgebied in het dorp op te knappen worden vanwege de brand nu vervroegd. De politie heeft met getrokken wapen twee onschuldige mannen aangehouden. Dat gebeurde vrijdagavond in Voorburg. De politie had een tip gekregen dat de mannen gewapend zouden zijn. De twee werden aangehouden op de Reuvenslaan. Ik heb niets bij me, vriend. Blijf rustig, man. Wat is er met jou aan de hand? Ja, kijk, daar zit strak, die rechter handboei. De politie nam de mannen mee naar het bureau. Later bleek dat het duo niet gewapend was. Ze werden met excuses weer vrijgelaten. In het centrum van Den Haag heeft een brand voor veel ellende gezorgd. De keuken van restaurant Jim Baran in de Prinsenstraat is zaterdagavond zwaar beschadigd geraakt. Drie woningen erboven en het restaurant zelf werden ontruimd. Gasten die op dat moment zaten te eten kwamen op straat te staan. Een van de gasten heeft nog tevergeefs geprobeerd het vuur te blussen. Uit de woningen werden twee mensen en twee katten weggehaald. Niemand raakte gewond. De brand was binnen een half uur onder controle. Daarna heeft de brandweer nog de plafonds gecontroleerd en de woningen geventileerd. Het vuur was namelijk in de afzuiginstallatie geslagen. Een dikke pluim voor de twee mannen die dinsdag in Delft een 56-jarige automobilist hebben gered toen hij in zijn auto een hartaanval kreeg. De familie van het slachtoffer is de mannen dankbaar. Vrachtwagenchauffeur Carl Slot en automobilist Noor Al-Idani rijden op de Kruithuisweg in Delft als ze zien dat de auto van de 56-jarige man in de problemen komt. Op dat moment raakte die van de rechtse baan compleet op de linkerbaan in de vangrail en kwam die over de Kruithuisweg eigenlijk bewusteloos voorbij rijden. Carl Slot aarzelt geen moment en werpt met zijn vrachtwagen een blokkade op om het verkeer tegen te houden. En hij stapt uit. Alleen de auto reed maar door. De auto stopte niet. Hij bleef langs de vangrail doorrijden. Op dat moment kwam deze meneer mij toch nog voorbij door de blokkade heen. Ik heb hem aanwijzingen gegeven van we moeten die man proberen te stoppen in zijn auto. En dat heeft hij buitengewoon goed gedaan. Ik ging gewoon voor die auto rijden en ik hield zeg maar zijn snelheid aan. En ik ben gewoon tegen die auto gereden en gewoon die auto tot stilstand gebracht. Zodoende kan de man snel naar het ziekenhuis worden gebracht. De familie is dankbaar. Namens de hele familie
namens zijn vrouw en kinderen en onze moeder van harte bedankt voor dat heldhaftige optreden van deze twee gouden mannen. Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer. Zonder die twee mannen en zonder hun adequate handelen was het heel anders afgelopen dan had mijn tweelingbroer nu niets meer geleefd. Ja, helden zijn het. Goed, we gaan verder met tennis. Jesse Houtagalloen en Arantxa Rus zijn in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. Hillegommer Galloen verloor met 3-1 van de Argentijn Carlos Berlok. En de Westlandse Rus was niet opgewassen tegen Lesia Tsurenko. Ze verloor in twee sets. En de nederlaag was opvallend, want de Oekraïense staat 34 plaatsen lager op de wereldranglijst dan Rus. En Hagenaar Robin Haase speelt in de eerste ronde van de Australian Open tegen de Amerikaan Andy Roddick. Dan gaan we naar het weer. Het was vanmorgen ruitenkrabben. Het lijkt zowaar een beetje winters. Huub Mizee, houden we dat vandaag? Ja hoor, het komende etmaal zal er in het weerbeeld niet veel veranderen. Dat wil zeggen, in de nacht en ochtend gaat het licht vriezen. En vanochtend is het daarbij droog met overwegend zonnig weer. En dat geldt trouwens ook voor vanmiddag. Er is alleen wat sluierbewolking. Verder staat er een vrij zwakke oostelijke wind van kracht 2 tot 3. En de temperatuur die loopt dan langzaam op. En vanmiddag wordt het ongeveer 4 graden. Dankjewel Huub. Blikken we tot slot vooruit op Tiswat. Vanavond te zien direct na het TV West nieuws. En daarin de start van een nieuwe serie, Consum Minder Wat. Want in de crisistijd letten we natuurlijk allemaal extra op onze centen. En zo ook Sera. Die van 1,50, die Chanel. Pak ik een paar van die laarzen. Ja, we zullen nog even naar beneden gaan, de kleding. Joh, ik ben helemaal de kluts kwijt. Ik weet gewoon niet waar ik moet kijken. Ja, Sera in haar favoriete tweedehands winkel. Vanavond is ze te zien in Tiswat. En tot zover het TV West nieuws voor nu. Straks kunt u hier kijken naar het programma Westdoc. En dat gaat dit keer over de dichtkunst van Bart Chabot. Meer nieuws is 24 uur per dag te vinden op onze website. En natuurlijk ook op Radio West. We zijn er vanmiddag weer om 5 uur met het TV West nieuws. Graag tot dan. Een fijne dag.